Niet Fernandes, De Moerje, Boymans of Ars. Nee, Ricky ten Voorde is door NAC aangetrokken om de aanval van de ploeg te versterken. Ten Voorde wordt gehuurd van NEC, waar hij voornamelijk de rol van invaller had. Ik ben hier met name om toch wat meer speeltijd te krijgen. Waar ik bij NEC toch wat minder vooruitzicht in had. En dat is een van de belangrijkste redenen dat ik hier ben. En de belangrijkste reden dat ten Voorde naar NAC is gehaald is het gebrek aan doelpunten in de eerste competitiehelft. Hij moet dus voor goals gaan zorgen. Ja, nee, maar dat is duidelijk. Voor de spitspositie bij NAC moet ten Voorde de concurrentie aangaan met Alex Schalk en Anthony Leurling. En dat zal niet makkelijk zijn. Schalk is momenteel zo scherp als een mes en Leurling is niet van plan zijn plek in de punt van de aanval af te staan. De wedstrijden die ik in de spits gespeeld heb, als we die terugkijken vanaf VVV uit, ja, dat het ook vrij goed gaat. Dus ik zie geen reden om iets te veranderen. Maar het voordeel van de komst van ten Voorde, moet ook Leurling toegeven, is dat NAC meer mogelijkheden krijgt. Hij is een heel ander type dan Alex en mij. Kijk, ik ben ook al heel anders dan Alex. Alex is meer dodelijk in de 16. Ik ben meer een spits die een bal vasthoudt, meevoetbalt, in laat zakken, waardoor de ruimte komt voor de buitenspelers. Ja, zoals ik Rick ken, zeg maar, is het meer een grote sterke spits die balvast is. Dus ja, dan heb je drie soorten en... Ja, dan is het aan de trainer om te kiezen waarmee het team het best functioneert. Ik denk met jou erbij kunnen ze misschien wat meer afwisselen. Dat zou kunnen. Ricky ten Voorde, voorlopig een man van weinig woorden, maar hopelijk voor NAC wel van veel doelpunten. En daar wordt aan gewerkt.